Hallo Maastricht, vanaf 25 tot en met 30 april staan we in het theater aan het Vrijthof. En u mag dit natuurlijk niet missen. Het mooie van deze musical is, het is gebaseerd op de 3 boeken van Piet Bakker. Origineel geschreven door Piet Bakker. Siske Drat, Siske Groeit Op en Sis de Man. Nou, de musical gaat eigenlijk erover, stel u heeft die film gekeken. En als u het niet heeft gedaan, dan moet u hem echt heel snel nog gaan kijken. Hoe is het verder gegaan met het jongetje van weleer? Dat is namelijk Siske de Man. Dat speel ik nu. Dus het kind, een ander kind, nieuwe Siske, spelen die rol die ik ooit heb gespeeld vroeger. Nou, het is een prachtig decor. We hebben prachtige muziek van Henny Vrienten. Paul Eens heeft het geregisseerd. We waren echt, en daar was ik heel erg dankbaar voor, prachtige recensies. 4 tot 5 sterren, unaniem van elke krant. En ik realiseer me ook de strengste dat dit voor mij de allerlaatste keer is. Ik zeg het met klem. Dit is de allerlaatste keer dat ik de rol van Siske de Rat, Sis de Man, zal vertolken in deze musical. Daarna doe ik het nooit meer. Ja, u begrijpt het. Ik kan er een heel verhaal op zetten. Maar u moet gewoon deze kans niet laten liggen en heel snel naar het theater komen bij Siske de Rat. Ik verheug me erop. Kus de Munk.